Voorzitter, een paar feiten. Warmt de aarde gigantisch op? Nee. 0,8 graden sinds het begin van de industriële revolutie in 1860. Is er dan zoveel meer CO2 gekomen? Nee. In 1800 zat de atmosfeer met 0,03% CO2. Nu is dat 0,041, afgerond 0,04%. Komt dat dan vooral door de mens? Antwoord nee. 97% is natuurlijke CO2. Komt dat dan vooral door Nederland? Antwoord nee. Nederland is verantwoordelijk voor 0,35% van de mondiale CO2-uitstoot. Leidt dat dan wat Nederland doet tot gigantische resultaten als het gaat om die terugdringen van die al weinige CO2? Nee, dat leidt in Nederland tot een temperatuurdaling van 0,0007%, 4 nullen en dan een 7. En dat heeft ook namens de staat heeft de landsadvocaat dat ook gezegd in een rechtszaak in een hoger beroep tegen Urgenda. Ik citeer, het heeft geen meetbaar effect op de klimaatverandering. Kost het dan heel veel geld of is het heel goedkoop? Ja, het kost heel veel geld. Minister Wiebes zelf, 14 december 2017, midden in de nacht hier tijdens de begroting Economische Zaken, zei: het kost ons 30 jaar lang 1-3% economische groei. We zien het terug, en ik citeer, in de inflatie, in de huur, in de belastingen, in de kosten van de producten. Letterlijk citaten van minister Wiebes. Mevrouw de voorzitter, in al die tijd kost dat dus in 30 jaar tussen de 200 en 600 miljard. Is er dan sprake van bangmakerij? Ja. Voorzitter, er is sprake van bangmakerij. Ik heb hier een lijst voor me, een pagina van allemaal bangmakerij. Laat ik alleen er eentje uitnemen. Dat is de heer Gore, L. Gore, al eerder hier door een collega genoemd, die in zijn film An Inconvenient Truth suggereerde dat de stijging van de zeespiegel de nabije toekomst met 6 meter zou zijn. 12 jaar later, voorzitter, is die zeespiegel met 3 centimeter gestegen. Voorzitter, het is geldklopperij. Het is ideologische geldklopperij die linksom of rechtsom, of vanaf via bedrijven of via de burgers gaat, door de burger, door die patsers van de VVD zal worden neergelegd, moeten we niet doen. Vandaar de volgende motie. De Kamer hoort de beraadslaging, overwegende dat die klimaatgekte linksom of rechtsom de burger keihard in een portemonnee zal raken, overwegende dat klimaatbeleid onbetaalbaar en onzinnig is, verzoekt de regering het klimaatakkoord door de schredder te halen en gaat over tot de orde van de dag.